kippenvel, is het uitverkocht. Zo goed als. Zo goed als. Ja, het wordt echt stapelen binnen. Een lange rij voor de kassa en een half uur later zit de hal inderdaad vol. 1200 mensen in Driebergen voor de wedstrijd PKC, hier in het groen in de voorbespreking, tegen Dalto. Hier de thuisploeg, Dalto. Op papier zijn ze de koploper. Niet op basis van punten, want dan staan er 4 ploegen gelijk, maar op basis van onderling resultaat en doelsaldo. Het is een gepuzzel en gereken. En dat maakt deze slotdag zo boeiend. Verderop in Nijenveen, DOS en Fortuna. Hier in Driebergen, Dalto en PKC. Waar de toeschouwers er alles aan doen om de start van de wedstrijd te vertragen. Het zal ze niet helpen, want beide partijen, zo is het afgesproken, starten precies tegelijk. En PKC start heel goed. Leon Simons heeft de 4-5 gemaakt. Een voorsprong dus voor PKC. Bij deze stand zou Dalto in het geel uitgeschakeld zijn. Wel afhankelijk van de uitslag verderop in Drenthe. Brandsma, Jos Rozenboom. Rozenboom, de topscorer van Dalto. Mist. Hele goede rebound van Timmermans. En die stelt Brandsma in staat om tegen te scoren. Het is weer gelijk, 5-5. En bij een gelijke stand is PKC weer de pineut, de ploeg in het wit. Wel afhankelijk van het resultaat bij die andere wedstrijd. Maar Mehdi Timms brengt PKC weer op een voorsprong. En dat zou slecht nieuws zijn voor Dalto. Allemaal dus afhankelijk van de tegenwedstrijd. Die vindt plaats in Nijenveen tussen Fortuna in het rood-wit gestreepte shirt en DOS 46, de verdedigend landskampioen, in het rode shirt. DOS speelt thuis. Fortuna, de bezoekers, moeten dus winnen omdat ze 1 punt achter staan op die andere 4 ploegen. Joost Preuninger maakt gelijk, terwijl vlak daarvoor dit is gebeurd. Let op het verdedigende meisje, die gaat hier zwaar door de enkel. En dat is een aderlating voor DOS 46, want Janice de Groot, ze ligt hier op de grond, moet de wedstrijd verlaten. Ze komt niet terug, ze is international, heel belangrijk voor de ploeg. En Fortuna krijgt het op de heupen. 7-8 door Marcel Segaar. En Fortuna gaat door. Het wordt 7-9, 7-10. En hier Marloes Preuninger. 7-11, een voorsprong van 4 punten voor Fortuna. Wat betekent dat voor de andere wedstrijd? We zijn weer terug in Driebergen. Wim Scholtmeijer namens PKC. PKC stond zo net voor. Het is nu gelijk geworden. Dalto, overname. Jos Rozenboom. Brandsma. Rozenboom, de topschutter gezocht. En gescoord. Voorsprong voor Dalto. Wie hier de wedstrijd verliest, zou bij de huidige stand in de andere wedstrijd in Drenthe uit de play-offs liggen. Bijna onderschepping van Scholtmeijer. Bob de Jong. Afstand, Bob de Jong, 9-6 voor Dalto. Voorsprong van 3 punten. PKC laat zich op dat moment een beetje de kaas van het brood eten. Scoort zelf weinig. En Dalto stomt door. Eva Sprangers, ruststand 12-7. Coach Jacco Vermeer, coach van PKC, ziet de bui al hangen. Wat is de stand op dat moment in Drenthe? Dat is nog steeds een voorsprong voor Fortuna. Op dat moment zou PKC dus uit de play-offs liggen. Fortuna tegen DOS 46. Misser van Fortuna. Kasper Boom. Mirjam de Klein. Verkleint de achterstand tot 11-13. Lage weg. En kijk naar het publiek. Het geloof is terug. 1 punt verschil nog maar met Fortuna. Fortuna maakt een raar seizoen door. Stond 3 weken geleden nog aan kop. Na een paar foutjes staat het nu 5e. Kasper Boom. Hij brengt DOS weer helemaal terug. De verdedigende landskampioen komt op voorsprong in Nijenveen in de eigen thuishal. Fortuna wordt wat haastig. Mirjam Malta heeft de rebound. Wacht op een aanspeelpunt. Daar is Marien Ekelmans, de topscorer van Fortuna.
maar hij mist. Fortuna is de kluts kwijt. Bij de huidige stand vliegen zij eruit. Ondertussen in Driebergen, waar Erik Simons in het veld komt voor het PKC. Erik Simons, die was toch 3 jaar geleden al gestopt. Had een blessure, maar hij is weer begonnen. En valt dus in bij PKC. PKC denkt op dat moment, we moeten winnen. En kruipt iets dichter bij Dalto. De stand is dan 21-17 in het voordeel van de ploeg in het geel, de thuisploeg Dalto. Erik Simons zelf 21-18. Maar Dalto blijft scoren. Zeer slimme variant met Rico Kruid. 22-18. En ligt PKC er dan uit? Drukke communicatie. Hier de coach van PKC met zijn assistent. Een sms vanuit Drenthe. Het lijkt safe, want Fortuna staat nog steeds achter in Drenthe. Thuisploeg Dos. Met de allerlaatste aanval, Jiska Cinema. Dos wint met 21-19. En dat betekent dat het weer mag strijden om een plek in Ahoy, de verdedigend landskampioen. Ondanks het wegvallen van sterspeler André Kuipers en Janice de Groot. En de tranen zijn voor Fortuna, want zij liggen eruit. Vijfde, net als vorig jaar. En dat is de meest ondankbare plek, terwijl ze 3 weken geleden nog bovenaan stonden. De laatste seconde in Driebergen bij de andere wedstrijd. Het doet er hier niet meer toe. De afvaller is bekend. Die komt uit de andere wedstrijd en heet Fortuna. En PKC, ook al verliezen ze met 25-22, host gewoon mee met de winnaar Dalto. Beide ploegen mogen strijden om Ahoy. Een merkwaardig gezicht. Heb je nou gewonnen of verloren? Het is een dubbel gevoel, maar we zijn wel blij in ieder geval. Wat dacht je, 5 minuten voor tijd? Jammer. Waarom jammer? Nou ja, jammer dat de uitslag van Dos tegen Fortuna bekend werd. Daardoor liep PKC te juichen, want ja, die zitten dan in de verliezende periode. Die sluit eigenlijk deze wedstrijd af. En dan krijg je 2 juichende teams op het veld. Merkwaardige situatie. Ja, aan de ene kant is het merkwaardig en misschien wel uniek. Maar het is misschien ook wel uniek dat er zoveel teams in de laatste ronde kans maken op een play-off plaats. Eentje is eraf gevallen, Fortuna, die ook een heel goed seizoen hebben gedraaid. Dus in die zin is er een hoop vreugde in Corvo League-land.